Ik heb misschien wel een van de grappigste video's die ik ooit voor je heb gemaakt van Fortnite. We gaan het weer hebben over een top 10 van Fortnite. En deze keer is het een top 10 grappigste concepten of slechtste concepten, hoe je het ook wil noemen, die er ooit zijn gemaakt, die ik heb kunnen vinden in ieder geval. Er zijn een aantal hele goede concepten die er zijn gemaakt. En daar maak ik ook regelmatig video's over. En als je niet weet waar ik over heb, dit is bijvoorbeeld zo'n video. Klik even op het i'tje. Dat is de meest recente conceptenvideo die wij hebben. Maar er zijn ook heel vaak concepten bij die echt insane slecht zijn. En wij gaan een top 10 eens bekijken van die ik vind die echt heel erg slecht zijn. Matthijs en ik hebben allebei eens eventjes gekeken van wat zijn nou hele slechte concepten. We hebben echt even dubbel gelegen om bepaalde concepten, omdat ze gewoon zo slecht waren. En ik ga ook vertellen waarom ze zo slecht zijn. En sommige zijn gewoon heel duidelijk heel slecht. Laten we gewoon gaan. Oh nee, laten we nog niet beginnen. Ik wil eerst even over deze caps. Deze caps kan je bestellen op filmpje.nl/winkel. En meer ga ik er niet over vertellen. Ga gewoon even kijken. Laten we gewoon gaan beginnen bij de allereerste concept. De allereerste slechte concept die ik van jullie heb is nog best wel redelijk normaal. Hij valt nog wel mee. Hij is wel slecht. Omdat het gewoon een concept is die nooit in Fortnite zal komen. Het is namelijk de Bean. En de Bean is natuurlijk Mr. Bean. Of gebaseerd op Mr. Bean. Op zich wel een grappig idee. Dit zou zomaar een concept kunnen zijn. Dit zou zomaar iets kunnen zijn wat er wel in komt. Maar dan niet als de Bean. Nou, helemaal niet als een soort van Mr. Bean. Want natuurlijk moet Mr. Bean daar zelf het karakter zelf daar toestemming voor geven. Degene die het karakter speelt. Dus het zal niet zomaar gebeuren. Maar echt, dit is echt een hele random concept. Ik vind hem wel echt heel erg tof. Laten we dan doorgaan naar de volgende. Laten we doorgaan naar nummer 9. En nummer 9 is de Painter. En dit is Bob Ross. En voor degene die niet weten wie Bob Ross is. Bob Ross is een meme. En waarom is hij een meme? Omdat hij vroeger, volgens mij in de jaren 90 of zo, ik weet niet of dat echt de jaren 90 was, maakte hij een televisieprogramma waar hij een soort van heel relaxed gaat schilderen en heel tof allemaal. En dan gaat hij, ja, het is gewoon eigenlijk een best wel toffe dude. Hij is een hele chille dude. En iemand dacht, laten we daar nou eens een skin van maken. En daar, dat is dit geworden met de backlink, de palette, met de à la prima pickaxe. En dat is gewoon een kwast dus. En hij ziet er gewoon zo uit als Bob Ross. Ja, en ook deze zal er nooit inkomen. Maar ik vind het wel echt een hele mooie, voornamelijk grappige skin. Ook zo'n skin zal niet zomaar in Fortnite komen. Het zou zomaar wel kunnen dat natuurlijk wel een skin komt met dus inderdaad zo'n pallet als backling. En een à la prime, oftewel gewoon een kwast als pickaxe. En dan iemand met een afro, dat zou kunnen. Maar dat zal dan nooit zo te veel lijken op Bob Ross. Laten we dan doorgaan naar nummer 7. En vanaf nu gaat het heel raar worden. Want we hebben hier de Toilet Trooper. Dit is echt een hele random skin idee. Je ziet al dat de backlink is een paper roll. En dit, op zich zou de backlink wel passen bij Flush Factory. Let's be honest. Hij zou er best wel bij passen. Maar kom op. Een toilethoofd met, wat is het? Sworn Protector of Flush Factory. Ja, hij zegt ook al dat het de protector is van Flush Factory. Ik vind het echt een hele random skin. Hij heeft nog net geen poepvlekken op de broek of op de armen. Maar wie dit heeft bedacht, echt waar. Echt super tof bedacht, maar ook weer heel erg slecht bedacht. Laten we doorgaan naar nummer 6. En nummer 6 is ook een heel erg tof concept. Vanaf nu wordt het wordt alleen maar slechter. Hè? Dit is nog niet eens de slechtste. Dit is nummer 6. Het is namelijk orange juice. En ja, wat moet ik hierover zeggen? Het is letterlijk een pak orange juice. Oftewel sinaasappelsap. En met armen en benen. En dan ook nog eens met kale benen. En eigenlijk alles heeft te maken met orange juice. En backling is ook gewoon een glas met orange juice. En zijn harvesting tool is letterlijk een stok met daaraan twee sinaasappels. Ja, dit gaat er nooit in komen. Dit is echt een hele slechte, maar ook echt één van de slechtste concepten die ik heb kunnen vinden. Maar we hebben natuurlijk nog, even kijken, zes andere concepten. Nee, vijf of zes andere concepten. Die echt ook heel erg slecht zijn. Laten we dan doorgaan naar nummertje 5. En nummer 5. Holy. Of is dit nummer 6? Nee, dit is nummer 6. Ik dacht al, je zit helemaal verkeerd. We hebben natuurlijk 10, 9, 8, 7. Ja, we zijn met nummer 6. Dit is nummer 6. Ik wou net zeggen. Dit is. Dit is toch eventjes een hele aparte skin. Dit is gewoon iemand die probeert een skin concept te maken, maar heeft gewoon echt
de meest slechte skin concept ever gemaakt. Nou, niet de meest slechte, want het is natuurlijk de nummer 6 nog maar. Maar echt, wat is dit? Zijn backpack is... Wat is dat eigenlijk? Het is iets van sinaas of zo. Wat zal het zijn? Het is geen cola. Het is in ieder geval wel zoiets. Dan heb je een harvesting tool. Dat is een lepel. Waarom is het een lepel? Ik heb geen idee. Dan heeft hij een default hoofd erop gezet. Met een brilletje erbij. Met een hanenkap ding erop. Ik weet niet wat het is. Die heupen zijn ook veel te breed. Je zou haast kunnen zeggen dat hij thick is. Ja, het is echt... Het is echt een hele vage skinkels. Laten we doorgaan naar nummer 5. Want ik kan hier niet langer naar kijken, jongens. Dit is de Garden Guardian. Oh my god. Deze skin is gebaseerd op een echte foto van een wortel. Wat is dit? Wat de hell is dit? The hero we don't deserve, but the hero we need. Dat is de beschrijving van deze skin. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Dit is gewoon echt een hele rare random skin die er nooit in gaat komen. En ik weet ook niet, hoe kom je hier op? Je ziet zo'n foto en dan denk je van, laat ik hier een Fortnite skin van maken. Nou, ik zou er in ieder geval nooit op zijn gekomen. Maar deze gast die dacht van, nou, laten we dat eens proberen. En ik weet niet wat hij dacht, maar dit is echt insane. Laten we maar snel doorgaan naar nummertje 4. En nummer 4 is de KFC Chicken Skin. En de grap is, deze skin ziet er heel erg vet uit. Als je kijkt, hij heeft gewoon een KFC bucket op zijn hoofd. Het ziet er op zich best wel prima uit. De glider is ook echt een kip. De pickaxe is de tenderizer. En dat is gewoon een vork met chicken wing erop. En de emote die erbij zou moeten komen is dan fingerlicking emote. En dat zal dan, weet ik veel, wat iets met fingerlicking zijn. Ik vind het een hele vette skin. En met deze concept zit er nog wel iets heel erg grappigs aan. Want deze concept is echt gemaakt door KFC zelf. En ik heb hier bewijs van. En we gaan dat nu meteen bekijken. Je ziet hier al, KFC heeft op hun Facebookpagina en ook op hun Twitter, maar daar hebben ze het al verwijderd. Op hun Facebookpagina hebben ze deze concept er ook echt opgezet. En ze hoopten dus ook echt dat dit erin zou komen. Maar natuurlijk wisten ze ook wel dat dit concept gewoon heel erg slecht is. Hij is grappig, maar het gaat het never nooit inkomen. Tenzij ze een hele mooie sponsordeal hebben met Epic Games of met Fortnite. Maar dat lijkt me niet. Maar even serieus. Dit concept. Hoe kom je hierop? Echt waar. Ik wil ook zo'n concept maken ooit een keer. Maar genoeg over dit concept. We gaan nu naar de top 3. En jongens, ik wil jullie eventjes waarschuwen. Want de top 3 is heftig. Het is echt heel erg heftig. Dit zijn echt by far de slechtste skin concepten ooit. En dit kan ik heel rustig zeggen. Want dit is ook echt by far de slechtste skin concepten ooit. Dit zijn waarschijnlijk ook... Nou ja, één van de drie kan ik alvast verklappen. Is waarschijnlijk niet zo serieus bedoeld als skin concept. Maar twee van deze concepten zijn echt concepten die ze waarschijnlijk serieus bedoelden. En laten we gewoon naar nummer 3 gaan. Nummer 3. We gaan er gewoon op klikken. Dit is nummer 3. Wat is dit? Wat dacht je toen je dit verzon? Toen ik dit voor het eerst zag, moest ik zo hard lachen. Waarom? Het is gewoon een normale skin die al bestaat. Ik weet even niet welke skin het precies dan is. Maar het is dan gewoon de skin met een emmer op zijn hoofd. Wie bedenkt dit? Wat is dit? Dan heb je gewoon... Moet je je voorstellen dat je straks in een game zit in Fortnite en een skin ziet lopen. Bijvoorbeeld een default skin met een emmer op zijn hoofd. Hoe random zou dat zijn? Eigenlijk is het idee niet zo slecht. Maar hoe het eruit ziet, het ziet er zo random en derpy uit. Ik kan me niet voorstellen dat dit erin gaat komen. Laten we nu doorgaan naar nummer 2. En nummer 2, ik weet welke het is. Ik weet welke het is. Ja. Dit is nummer 2. De skin heet Pirates. Oh my god. En natuurlijk is dit iemand die aan trollen is. Maar dit is te goed. Te goed gemaakt. Te leuk gemaakt ook. Om dit niet te laten zien. Het is namelijk, zoals ik al zei, de skin die heet Pirate. Hij heeft de pickaxe is een sword. En de glider is een boot. Heel simpel. Lekker makkelijk. Hey, Epic Games, als je kijkt, doe je wat mee. Want dit is een geniaal. Maar ook echt een geniaal idee. Maar wie dit bedacht heeft, echt shout-out naar jou. Het is zo simpel, maar zo grappig en zo enorm slecht. En daar gaat deze top 10 over. En deze staat nummer 2. En dan denk je, Dion, wat kan hier
nog overheen? Wat is er nog slechter als een stickman? Als een poppetje wat gewoon getekend is in paint? Nou, dat is een... Ik ga gewoon mijn mond houden. Weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn mond houden. Ik ga je de skin laten zien. En ik ga de video afsluiten. Meer ga ik niet doen. Ik ga zo meteen letterlijk gewoon klikken op de nummer 1. Hou mijn mond voor... Nou, wat zal het zijn? Ik ga hem timen. Ik ga denk ik 5 seconden ga ik mijn mond dicht houden. En dan gaan we gewoon de video afsluiten. Want deze skin concept, dit kan niet. Die nummer 1 kan niet. Oké, ik heb genoeg geluld. We gaan naar 1. In 3, 2, 1... Ja, ik ben al langer dan 5 seconden. Ik weet het. Ja, ik ga hier niks over zeggen. Jongens, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze top 10 slechtste skin concepten ooit. Als jullie een vervolg willen hebben op deze, op deze top 10. Dus op de top 10 slechtste skin concepten. Drop dan die like. Als wij de 5000 likes halen, gaan we nog zo'n top 10 maken, zeer binnenkort. Want echt waar, er zijn nog genoeg van dit soort concepten. En dit is echt heel erg. Dit kan echt niet. Dit is echt... Die nummer 1. Is echt insane. Oké, maar bedankt voor het kijken in ieder geval naar deze video. Check onze merchandise ook even op thefilmhub.nl/winkel. Klik op de video's hieronder. Abonneer met het belletje aan. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Peace out.